Roma is de 8e en laatste film van seizoen 2018-2019. Roma speelt zich af in de jaren 70 in Mexico-stad en schetst een portret van een gezin uit de middenklasse. Gedurende een jaar volgen we de hoogte- en dieptepunten die de familie meemaakt. Centraal in deze film staat het dienstmeisje Cleo. Schouwburg Venray organiseert een presentatieavond vol previews van voorstellingen die in seizoen 2019-2020 naar de Schouwburg komen. De Brabantse cabaretière Christel de Laat presenteert het programma en kondigt maar liefst 6 live previews aan. Op zondag 5 mei speelt het Engelse duo Ted's Roadshow in het Helder in Overloon. Ze brengen blues, country, pop en rockcovers van onder andere Johnny Cash, CCR, Neil Young, Cale, B.B. King en Muddy Waters. En ook brengen ze eigen nummers tegen horen. IVN Gijsteren Venray organiseert op zondag 12 mei in de Kasterijse Venne een wandeling in het kader van de 4 seizoenenwandelingen. De lentewandeling start om 10 uur aan de Rietweg in Kasterij. Muziek maken verbindt. Muziek maken maakt slim. Into Music, het samenwerkingsverband tussen Koninklijke Harmonie Euterpe en MMSK Sint-Petersbanden, organiseert een aantal informatiemiddagen betreft vragen rondom muziekles, harmonie en fanfares. Op woensdag 8 mei bent u van harte welkom. Kunstkring Amber Venray houdt een expositie in wijkcentrum Het Stekske in Landweert. De amateurschilders komen uit Venray, Horst, Vierlingsbeek en Gijsteren. De werken die worden tentoongesteld zijn abstract, modern en figuratief, zoals stillevens, portretten en landschappen, vervaardigd met acrylverf, pastelkrijt, olieverf en houtskool. De bezoeker maakt kennis met een grote verscheidenheid aan technieken en stijlen. De opening vindt plaats op vrijdag 3 mei om 19:30 en op zaterdag en zondag bent u welkom tussen 11 en 5 uur. Op donderdag 2 mei verwelkomt het Venrays Mannenkoor het vocaal ensemble Vivat in de Grote Kerk in Venray. Vivat is een vocaal ensemble met solisten uit Sint-Petersburg en brengt Russische en folkloristische liederen. Iedere eerste zaterdagmiddag van de maand kunnen liefhebbers de expositie 4045 komen bezichtigen in Blitterswijk. Dit kleine oorlogsmuseum is gelegen in een oude boerderij aan de Veerweg. De periode van 1933-1945 wordt hier kort maar krachtig uitgebeeld. En speciaal op de dag voor Bevrijdingsdag bent u van harte welkom.